over hebben. Nee, waar ik het over wil hebben is dat Geert Wilders bepleit dat mensen die nog op geen enkele wijze verdacht zijn in preventieve hechtenis genomen kunnen worden, omdat ze mogelijk, weten helemaal niet of dat zo is, maar waarschijnlijk omdat ze een hoofddoekje om hebben, iets met terrorisme te maken zouden kunnen hebben. Ja, als u nou feiten wil horen, dan is dit een feit. Daar heeft hij keihard voor gepleit mensen zonder vorm van proces vast te zetten, zonder ten laste te leggen. Het feit is dat ons rechtssysteem het niet mogelijk maakt om mensen waarvan we weten... Oh, geeft het dus toe. Nee. Ik zal het u uitleggen. Dat vind ik dus heel graag uitleggen. Nee, maar u was net een hele tijd aan het woord. Nu mag ik even. Het feit is dat ons rechtssysteem... Maar blijf hem aankijken. Nee, maar ik bedoel... U bent met hem in debat. Ik wil het graag uitleggen. U bent met hem in debat. Ik wil het graag uitleggen. Hij moet dan ook wel luisteren. Punten noemen. Maar u was zo gebrand op feiten. Nee, meneer De Vries, er komt nog een feit. Ik was het aan het uitleggen. En het feit is dat mensen, dat ons rechtssysteem geeft niet de mogelijkheid om iemand waarvan iedereen weet dat hij een terroristische actie gaat plegen... Voelt u dat aan uw water? Om die bij voorbaat aan te houden. En er zijn genoeg rechtssystemen, het Amerikaanse rechtssysteem, die die mogelijkheid wel geeft. Dit is en die willen wij graag ook in Nederland hebben. Ja, dit is dus prachtig, hè, dat hij eigenlijk gewoon aangeeft mensen waarvan iedereen weet... Ja, op dus grond van. Er zijn genoeg geweest van terroristen die we hebben vrij moeten laten. En die later toch een terroristische actie pleegden. En dat willen wij voorkomen. Ik wil niet hebben dat Geert Wilders doodgeschoten wordt. Ja, en dat kan alleen maar met een dergelijk rechtssysteem. Nou, dat. Dat is duidelijk. Fijn dat u dat nog even bevestigt, dat u daarvoor staat. Dat is dus waar ik mordicus tegen ben. Zoals ik er ook tegen ben dat uw partij. Niet meer wil toestaan dat er moskeeën worden gebouwd, dat er geen islamitische scholen mogen zijn. Dat is gewoon in strijd met de grondwet, het gelijkheidsbeginsel, het recht op vrijheid van godsdienst. En daar bent u allemaal tegen. En dat is waarom ik een enorm bezwaar heb tegen uw partij en helemaal de wijze waarop u en Geert Wilders dat uitdragen. Daar waar de islam een anti-integratieve opinie volgt in dit land, daar waar de moskeeën vrouwen uitsluiten, ophitsen tegen Joden en ophitsen tegenover homo's. Daar zeggen wij, begin moskee er meer bij. Voordat eerst al en die problemen... En u sluit zelf iedereen uit? Nee, ik sla niemand uit. Want iedereen die zich hier in Nederland bevindt... Iedereen die zich hier in Nederland bevindt, Marokkaan, Turk of wie dan ook... en zich netjes aan de Nederlandse wet gedraagt... en zich netjes aan, onze Nederlandse waarden en normen gedraagt... die is hier wat ons betreft welkom. Die heeft van de PVV niets te vrezen. Daar waar je de verkeerde kant uit gaat, in de criminaliteit belandt. Nou, maar die verkeerde kant van u is niet zoveel nodig. Want Wilders pleit er zelf voor dat mensen dus vastgezet kunnen worden... zonder vorm van proces. Nee, Wij hebben een aantal gevallen meegemaakt van mensen... waarvan we wisten dat hij een automatisch geweer bij zich had. Maar geeft u mij eens antwoord op de vraag... We konden even niet aanhouden. Was u het ermee eens dat Geert Wilders het begrip kopvoddertax lanceerde? Stond u daarachter? Als ik daar niet achter had gestaan, had ik dat op dat moment wel gezegd. Maar wat was ik het nut daarvan om dat te introduceren? Nou, ja, terwijl er al gesproken werd over een hoofddoekjesbelasting. Waarom voldeed dat woord niet? Nou ja, volgens mij is het heel erg duidelijk dat wij in ieder geval iets vinden. Maar kijk, antwoord hier nou eens op. Ik wil het eigenlijk niet hebben over de vorm. Nee, dan begrijp ik dat u het daar niet over wil hebben. U wilt niet over de inhoud praten. Dit is inhoud. U wilt het niet dit hebben is inhoud. Over het feit dat er buurten zijn in Nederland. Dit symboliseert de kwaadaardigheid van uw partij. Nee. En daar durft u niet op te reageren. Nee, dat is waarom voldeed dat woord niet, hoofddoekjesbelasting? Nou, waarom moest daar een grievend Het is in ieder geval een manier om aan te geven dat wij het echt een verwerpelijk aangezicht vinden van de Nederlandse stad. Op het moment dat er bepaalde vormen van islam, bepaalde symbolen van islam, de boventoon voeren. En dat willen we liever niet. En wij laten iedereen vrij om uiteindelijk de hoofddoek te dragen. Met de zin de vervuiler betaalt. Ja. Net zoiets als de hondenbelasting. Ja. Staat u daarachter? Ja, daar sta ik achter, ja. De vervuiler betaalt. Ik had altijd voor u enig respect. Ik weet dat u bij de politie heeft gezeten. En toen ging ik ervan uit dat u een bepaalde dosis gezond verstand heeft. Maar dat u nu zegt dat u daar nog steeds achter staat en dat normaal vindt, disqualificeert u zich. Ik vind dat de islamisering moet stoppen. En daar horen ook symbolen bij. De soldiers, tot zo!